Een hele goede morgen. Ik wil jullie vandaag laten zien wat ik allemaal voor leuke nieuwe dingetjes heb gehaald voor in huis. En toen werd ik wakker met dit. Dit heeft Dinar gedaan. Waarschijnlijk gewoon lekker erop geklimd en toen is het omgevallen. En het grappige, ik kan Nira nu wel vinden, maar Dinar is nu gewoon verstopt. Dus ze weet gewoon dat ze fout zit. Maar ik baal hiervan. Kijk, de prijskaart staat er nog zelfs op. Hij is echt gewoon nieuw. Dus, jammer dit. Ik heb nog niks opgeruimd. Ik ga even een koffie drinken, want ik ben echt chagrijnig wakker geworden. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Oh, ik had vanochtend al gefilmd dat Dina mij in de vaas heeft opgegooid. Ik was echt heel erg pissig. Ik heb haar straf gegeven. Ze moest even onder de deken liggen. Dat was zo zielig eigenlijk. Wat een rare straf. En ze ging elke keer zo met haar hoofdje zo... onder de deken vandaan en keek ze mij aan van mag ik er al uit? Echt heel schattig. Zij bent echt super goed als zij iets verkeerds heeft gedaan. Wij zijn nu trouwens onderweg naar Arnhem, want Nessie heeft daar samen met Q een meet and greet. Maar haar is het echt geen meet. Ik heb het net heel snel gedaan en Nessie had haast. En ik moest heel erg snel alles doen. Ik heb geen nepwimpers op. Ik zie eruit als een clown. Nee, sorry hoor, maar iedereen vindt jouw nepwimpers lelijk. Niet de natuurlijke wimpers, die vinden ze juist mooi. Ik hou van jouw natuurlijke wimpers. Daar gaan we dus even nu naartoe. Ik ga mijn haar even een beetje fixen in de auto zo. En dan gaan we dus naar de meet and greet. En ja, dat is het voor nu. Ik heb nog niet ontbeten en Nessie wel. En we hebben geen tijd om onderweg ergens te stoppen om iets te vreten. Want dan komen we te laat. Dus we gaan even doorrijden en dan zie ik jullie straks in Arnhem. Vandaag Dina de straf. Ze keek echt zo zielig, hè? Ze keek echt zo zielig. En ik kan haar nooit straf geven. Mijn make-up zonder wimpers is echt boring. Echt zo vrolijk van dit mooi weer. Ik ben aan het dansen van Nessie. Echt, hè? Hela, hela. Hey, hey. Dans maar voorbij. Give me a show. We waren net aan het luisteren naar de radio en dan was er zo'n challenge en dan moest je zo vaak mogelijk één zin zeg maar herhalen. En diegene die het vaakste kan in hoeveel tijd? 30 seconden. 30 seconden wint kaarten. Maar de zin was, ik mix whisky in de whisky mixer. Go, Nessie. Ik mix whisky in de whisky mixer. Ik mix whisky in de whisky mixer. Oh. Heel enthousiast. Laten we beginnen met Ali. Ali, jouw 30 seconden tijd gaat nu in en de jury die houdt de stand bij. Goed? Ja. Ik mix de whisky mixer. Wij zijn net aangekomen in Arnhem, maar we moeten nog even wachten op Q voordat we naartoe gaan, want ze hebben samen een meet and greet zoals ik al zei. Inmiddels is Q er en Steffi is mee. Hallo! Gezellig! Dat vind ik een leuke gamma, denk ik. Leuk hoor, Nes. Leuk hoor. Hoor je wat ik zei? Hey, Nes. Dat is bij een tentje en ik ga een lekker omeletje eten en Steffi gaat een tasten eten. Ik ben dus nog steeds met Steffi. Wij zijn weggevlucht van de hele situatie. En ik wist eigenlijk niet, maar Steffi is gewoon vegetarisch. Ik hoor het nu pas. Ja, sinds kort hoor. Sinds januari begonnen met keto. Dus ik heb geen koolhydraten meer en geen suiker. We zijn allebei goed bezig jongens. Wij staan hier te wachten. We kunnen niet naar buiten. We are up the slew. Er zitten allemaal kinderen te wachten voor onze auto's. Maar weet je wat ik me dan afvraag? Willen ze zeg maar soort van nog een meet and greet, maar dan buiten of zo? Ja. ik snap het niet. Ja, man. Dat is natuurlijk. De behulp van de politie eindelijk in de auto. Nou, dat was nogal een opgave, man. Dat had ik niet verwacht. Het was echt super druk. Ik ben ook heel vaak op de foto geweest. Dat had ik echt niet verwacht. Want meestal is de doelgroep van Sotgaan in totaal niet mijn doelgroep.
Maar ik heb wel heel leuke meisjes gezien daar. Dus thanks. What up? Hi. Dus het was wel op zich gezellig. Ik en Stef ging gewoon eigenlijk wat eten ergens. En escort service door politie. Zo voorbij. Niveau. Ja man, dat was heftig hè? Zo. Ja man. Echt. Oh. Amsterdam. Nou, laten we gaan. Zo, Nessim is weer aan het parkeren. We zijn nu bij Meram Osdorp. En we gaan even lekker vergeten. Honger. De vorige keer had je teruggedaan in mijn vlog over dat je de auto in één keer goed had geparkeerd. En toen ging iemand bij je uitlachen, want je werkt gewoon met sensors. Nee, dus? Dus anders, toch alsnog in één keer? Je had anders nog nooit in één keer gedaan. Nou, weet je wat? Ik weet niet wie het zei. Sorry. We zijn nu bij Meram en er was eigenlijk geen plek in een normale gedeelte. Dus we gaan gewoon eten in de shisha gedeelte, zeg maar. En ik dacht het voor veilig. En ik neem precies een salad zonder mais en wortel. En een theetje. That's it eigenlijk. Wat neem jij? Wat neem jij? Kapitaal. Lekker gewoon. Met rijst. En Q en Steffi vergezellen ons, ze waren eerst ergens anders heen gegaan. Die komen zo nog eens eten. Gezellig. Wat wil ik zeggen? Ja, het was echt gezellig. Ik kwam op het einde toen we weggingen. Er kwam dus een man naar me toe. En die zei van mijn vriendin is heel erg wie was dat? Fan van jou. Kan je naar haar toe komen? Dus ik dacht, nou oké, ik loop wel even mee. Maar ik liep mee, maar zij zag helemaal niet dat ik eraan kwam. En toen ging ik haar zo knuffelen en zij schrok er helemaal van. Want ze was dus helemaal niet op de hoogte ervan. Het was heel schattig. Natuurlijk ken ik haar niet. Oh, ik heb ook je herkende, man. Nee, omdat die man is naar mij toe kwam en zei: hij zei mijn vriendin, die is heel erg fan van jou. Ik wil je meelopen? En toen liep ik mee omdat ik het zo cute vond, toch? Dus ja. Leuk, leuk, leuk. Vandaag echt heel vaak herkend. Zo. Echt lang niet zo erg gehad. Maar het is echt wel heel veel gezellige mensen gezien. Ik weet nooit hoe die lamp is aangehaald. Ik ben zo onhandig daarin. Ik moet nu echt heel nodig een parfum zoeken. Want we ruiken naar grill. Heel dom, maar ik besef me dus nu pas zo. Ik ben hier een beetje aan het zweten. Ik nog helemaal niet verteld waar we nu naartoe gaan. En waarom we eigenlijk in Amsterdam zijn. Want... wij gaan naar de theatershow van Kai. Weet je ook, heeft het ook een naam, zeg maar? Even relativeren. Zo! Oké, gaat het? Spreek nou, even relativeren. Ja, relativeren. Zo, relativeren? Wat wou je dat zeggen? Retaliveren, zou ik zeggen. Nee, maar daar gaan we dus nu naartoe. We zijn net Damata geworden. Altijd door die staplucht en die auto's. Nee, maar we gaan samen naar de theatershow. Je hoofd ziet er heel grappig uit. Hier. Oh, beter. Inmiddels zijn we weer onderweg naar huis. Ik heb trouwens hier mijn pony geknepen, mijn haar brak af en nu ziet het er zo uit. Mijn haar was hier gewoon echt een mooie klote, dus het moest even gebeuren. Ik moet even doorheen weer. We zijn dus nu bij de Burger King en ik ga hier even een burgertje nemen zonder brood, want ik kan echt nergens bij een tank iets halen. En ik heb heel erg trek. Ga je hem er gewoon van tussen uithalen dan? Wat zeg je? Ga je hem er van tussen halen dan? Ja. Want als je nu zegt zo van, ik wil een burger zonder brood, dan zijn ze helemaal in de war en dan snappen ze het niet meer. Had ik vorige keer ook gedaan, maar ik zeg gewoon altijd, ja, doe maar gewoon een burger en dan eet ik het zelf zonder brood. Het is best wel al laat, de show duurde echt langer dan ik had verwacht. Want het is nu 11:45 alweer. Les, hoe vond jij de show? Leuk man. Ja, was top. Sowieso man. Hey Kai jongen, ik ben trots op je pik. Dat is echt leuk. En daarna hebben we nog even wat gedronken. Nou ja, ik alleen met water. En ja, leuke dag. Wat doe je nou alsof ik in de bier zat, jongen? Nou, ook niet. Eigenlijk wel allebei niet, maar ja. Spaak, ik zeg toch gewoon dat we wat hebben gedronken, want toen zegt het alcohol is. Ja, ik heb een hele dag met jou gezeten. Ik ben jou helemaal zat. Nee, niet zo. En ja, ik ben echt een burger. Ik krijg het er nooit af. Ik word hier helemaal. Je moet hem echt hard trekken. Kriebelig van. Blijfort. Oh! Hallo. Goedenavond. Servetjes, dankjewel. Heb je geld? Ja. Hij lacht jou gewoon uit. Je moet de vrouw soms ook laten betalen, toch? Hij lacht me gewoon uit. Niet alleen man betalen de hele tijd. Mijn vrouw betaalt me ook. Kijk, zie je dat? Mijn vrouw betaalt altijd. Het is toch niks meer over, snap je?
Dit dat ik haar niet wil geven. Hé, hey, fijne avond hè. Joe. Oh, moet ik hier wachten? Oh, ik dacht bij de volgende rapie. Hey, als ik nog meer mensen zou hebben, zou ik het daar. Ja, precies. Oh, okay. Ja, ik heb echt zin in mijn burger. Oh, ik heb ook echt wallen, jongen. Dat is echt niet normaal. Ik voel me ook echt. Ja, super, dankjewel. Yummy. Ik heb trouwens een Big King besteld. Oh, Big King. En dat is jouw husband. Ik weet niet of jullie deze kennen, maar het is dus eigenlijk de Big Mac. Van Burger King. Kijk, dit is hem. De Big Mac van Burger King. Dus daar foto's van ons lopen maken. En ik vind deze foto van mij en hij is echt zo cute. Aww. Oh, ik ben eindelijk thuis. Ik zie er heel erg moe uit, maar ik ben ook echt heel erg moe. Ik heb echt de hele tijd met moeite. Ik ben net met moeite gewoon wakker gebleven in de auto. Omdat ik echt zo moe was. Ik wil gewoon echt in slaap vallen. Trouwens, ik heb mijn pony echt niet normaal kort geknipt. Het is echt niet normaal. Ik kan er helemaal niks meer mee. Zit er niet uit. Maar ik had echt geen andere oplossing. Want ik wou niet dat mijn haar afbrak. Dus ik heb hem maar snel geknipt. Ik ga even mijn sieraden snel af. En dan ga ik lekker een douche nemen. Ga ik mijn gezicht reinigen. En dan ga ik lekker een theetje maken voor mezelf. Dus ik snap niet waarom ik eigenlijk de vlog gewoon niet afsluit. Want ik denk van... Ja, dit was eigenlijk mijn dag. Het enige wat ik nu ga doen is douchen. Die is afgelopen. Maar ik denk voordat ik ga douchen even mijn gezicht reinigen. Want daar heb ik dus de cleanser. Ik heb in de douche mijn cleanser zitten. En dan ga ik mijn hele gezicht doen. En dan heb ik al de eerste laag weggehaald. Dus dat scheelt al heel veel. Ik zie de laatste tijd dat ik ook echt mijn wenkbrauwen heel erg ongelijk bijtikken. Echt weer toe aan de afspraak bij Elnas. Ik heb het nu weer verplaatst naar woensdag. Dat is nog een paar dagen. En dan kan ik eindelijk mijn wenkbrauwen doen. Zwaar nodig. Oké, ik ga dit nu weer verder fixen. En daarna douchen. Ik zie jullie morgen weer. Doei doeg.